De zware protesten in buurland Frans-Guyana zijn nog aan de gang. Daarbij zijn verschillende barricades opgeworpen op hoofdwegen in onder andere Cayenne, Saint-Laurent en Kourou. Er zijn vernielingen aangebracht aan gebouwen en winkels. De bewoners in verschillende steden protesteren onder andere tegen de stijgende criminaliteit in het land. Deze informatie kregen wij van een landgenoot die op vakantie is in Frans-Guyana. De barricade voor de toegang tot het Surinaamse consulaat in hoofdstad Cayenne is sinds vrijdag verwijderd. De Fransen vinden dat de toegenomen criminaliteit deels te maken heeft met de toestroom van criminelen uit onder andere Suriname. Ook vinden ze dat zij worden beroofd van hun recht op hun grondgebied door illegale Franse, Surinaamse en Braziliaanse vissers in de Franse rivieren. Ook de vervuiling van de Marwijnenrivier door de goudwinning in Suriname is de protesterenden een doorn in het oog. De acties begonnen de vorige week donderdag met het bezoek van de Franse minister van Milieu, Ségolène Royal. Naast de vakbeweging en het bedrijfsleven hebben de ontevreden Fransen zich ook gebundeld in maatschappelijke organisaties en organisaties van jongeren en studenten. Bij de raketbasis in Kourou moest de politie traangas gebruiken om de actievoerders uit elkaar te drijven. De Fransen vinden dat de overeenkomst die de toenmalige justitieminister Santokki en de Franse president Sarkozy in 2006 hadden getekend, bekrachtigd moet worden. Het gaat om een overeenkomst voor justitiële samenwerking waarbij opsporingsambtenaren over de grenzen criminelen mogen opsporen. Ook de overeenkomst door Suriname en Frankrijk getekend in 2008 voor de terugname van illegalen zien de Frans-Guyanezen gauw bekrachtigd.